Alright, Walter, eerste live-uitzending, ja. Net achter de rug. Hoe vond je het? Was het ook voor jou spannend? Ja, het was spannend in die zin dat je de spanning heel goed voelt bij die jonge mensen allemaal. En dat doet dan zo'n belletje luiden, dan ga je zo terugdenken aan je eigen jonge tijd toen je net begon enzovoort. En dan begrijp je die zenuwen, maar ik vind dat wel een gezonde spanning die er hing net voor de opnames. En ik vond het beter mee van, want ik heb nooit in mijn leven echt jury voor gelijk wat gespeeld. Misschien sowieso één keer in een zwak moment of zo. Maar dit was wel iets meer. Hè. Bedoel, het gaat wel over iets. En ik vind, als ik het zo lelijk mag zeggen, ik vind de kwaliteit verdomd hoog liggen. Maar heel hoog. Vandaar dat ik kan niet liegen om te liegen, om hard te zijn of om het spelletje te spelen. Had ik moeten gaan liegen bij wijze van spreken, dat wou ik echt niet doen. De wisselwerking zit goed met Kathleen, heb ik ook aangevoeld. Omdat blijkbaar, zij maakte me er attent op daarna, dat ik mee met de muziek en met de nummers bezig ben. En de stem, zit hij erin, zit hij erop. Hoe gaat dat? Met meer technisch bezig ook. Ja, en dat zij veel meer oog heeft voor het geheel, voor het hele plaatje eigenlijk. Ja. Dus algemeen ben je tevreden over het niveau. Nu wat mij opviel, er zaten een paar rockarrangementen in vandaag. Dan vermoed ik dat de rocker in jou met twee gespitste oren luistert. Zat er rocktalent in eigenlijk vandaag? Dat is op die leeftijd heel moeilijk te zeggen. Wat het spelen betreft, TNT zeker. Compositorisch, als ik het zo mag zeggen, was het iets minder. Ik heb ook gezegd, er zijn er zo 13 in een dozijn. Niet wat het tekst betreft, maar de opbouw, de manier van spelen. Allee, dan heb je zo'n gigantisch déjà entendu gevoel. Maar als SBS, de gitaar, heb ik ook wel voor de dingen even, als we er apart hadden zo, gehoord. Dan geef ik ze toch nog wel een grote toekomst. Als die instrumenten nog verder gaan blijven beheersen zoals ze nu al doen, dan denk ik dat dat een heel stevig rockbandje kan worden. Ja. Er is toekomst voor de après-kreuners? Ja, zeker weten. Het verbaast me alleen dat Anke er niet bij zit. De tweede versie van Anke, de ABBA-versie, laat ik zo zeggen, was zelfs voor mij het nummer voor Kiev. Echt, hè? Ah, oké. Okay. Dus je was toch wel enigszins verrast door de uitslag. Niet wat Manu betrof waarschijnlijk, of wel? Nee, zeker niet. Ja, alleen even dat toen men zei van het is de eerste versie die zou gaan, dacht van, wat is dat, die jazz, die smooth jazz? Maar dan heeft hij het gesteld dat het de popversie is. Daar geloof ik ook wel in, maar van wat ik nu heb gezien, en je denkt dan aan Kiev, want daar moet je dus ook mee bezig zijn, hè, was Anke voor mij veruit de favoriet. Omdat dat is een nummer, één keer horen en je kan het blijven nazingen. En terwijl Manu fantastisch is, echt straf, en zeker dat van Vlaams naar het Frans. Maar dat moet je 3-4 keer gehoord hebben. En dan zit het er ook wel goed in, maar je moet het 3-4 keer gehoord hebben. En daar gaat Kiev niet over. Hè. Dat is waar. Vraagt deze job eigenlijk veel voorbereiding? Heb je een aantal luisterbeurten al erop zitten als je in de studio zit? Nee, helemaal niet. Gewoon laten afkomen. Ja, gewoon laten afkomen en dan... Net zoals de kijker. De luisteraar zal meemaken. Hè. Dus gewoon luisteren. En waar is het heel sterk, wat sterke punt en wat is het zwakkere punt? Daar moet je mee bezig. Tegenover Kathleen ben jij een beetje gecast, als ik het zo mag zeggen, als de hardere. Nu stel dat er volgende week toch nog iets in zit waarvan je denkt van, dat is iets minder. Ga je het dan ook echt zo zeggen? Of ga je je een beetje inhouden gezien de jonge leeftijd van de kandidaten? Nee, want als er één ding is wat ik heel goed weet, is dat kinderen veel beter met kritiek om kunnen dan volwassenen. Natuurlijk moet je het niet in de heel harde bewoordingen gaan zeggen, wat je bij een volwassene misschien makkelijker gaat doen. Maar kinderen die laten dan echt hun emotie los en dat is eruit. Die kunnen sneller daarmee weg als je het maar duidt, als je maar uitlegt heel klaar en duidelijk waarom niet. En dat probeer ik dan ook te doen. Ik heb al net dezelfde vraag gesteld aan Kathleen. Jullie komen toch goed overeen, hè, Walter? Voorlopig nog wel. Wat kan er fout gaan dan? Eigenlijk niks, nee. Het is zo, schatje. Ik denk niet dat er iets fout kan gaan. Alright, dat is goed. Dankjewel, Walter.